godsamme, wat krijgen we nou? Hallo, je spreekt met de klantenservice, wat moet je? Hallo, mijn printer doet het niet. Ja, dus dan koop je een nieuwe. Adios, truus. Godsamme, nog één. Hallo met Karin, wat moet je? Zo, jij gaat bijna dood, man. Nou, succes daarmee. Karin, heb jij die belangrijke formulier al uitgeprint voor morgen? Wat denk je zelf, Sylvia? Ben je slaaf niet? Maar dat is heel belangrijk, de toekomst van dit bedrijf staat op het spel. Nee, als jij met die kop hier blijft rondlopen, heeft het bedrijf inderdaad geen toekomst. Nou, wat zeg je nou aangereden? Oh, wacht, sorry, ik heb pauze. Ik bel je later wel terug. Zo, even lekker zapen. Godsamme, wat stinkt het hier! Mag ik je wat vragen? Wat moet je nou, dikke zeug? Nou ja zeg, heeft u misschien van die lichtblauwe tuinbroek ook maat S? Maat S? Ja, graag. Maat S? Ik denk dat je er moet gaan kijken bij de XXXL afdeling met je dikke Unox worstenkop. Smurf. Goeiedag, mag ik wat vragen? Volgens mij vraag je al wat hoor. Verkopen jullie ook badslippers? Nou, heb je al gekeken? Nee, nog niet. Maar ik dacht ik vraag het even voordat ik moet gaan zoeken. Godsamme, dan ga je toch eerst even kijken, dikke pepernoot. Nou ja zeg, ik ga al. Ik dacht, ik zeg het maar even voordat ik je tanden uit je bek sla. Pardon, is dit de kassa? Nee, dit is de ingang van de Efteling. Kan ik hier betalen? Natuurlijk kun je hier betalen, dikke zeug. Ja, godsamme, wat krijgen we nou? Moet ik hier gaan werken? Ik haat kinderen. Nou, veel plezier, stelletje dakduiven. Waar is die rotknop daar? Succes! Ik zit hier goed vast! Schreeuw niet zo, man. Je zit heel goed vast. Ik hang al 2 uur op mijn kop. Help! Hallo, ik wil graag 1 entree-ticket voor mezelf. Nee, voor wie anders? De buurman? Jood! 50 euro! Och jee, waarom is het zo duur? Zaakwaaf! Oh, het is mijn eerste keer in de splash! Schreeuw niet zo, dikke baam, je schijf. Het is ook je laatste keer als je je kop niet houdt. Had ik de achtbaan nou uitgezet? Ja, ik denk het wel. Pardon, mag ik wat vragen? Godsamme! Verkopen jullie bananen? Wat denk je zelf, dikke glibberige gehaktbal? Je staat ernaast! Oh. Karin, wat doe je? Wat denk je zelf, natte haring? Zat een steekproef? Dan scan je de boodschappen! Kan ze toch zelf doen? Daarom heet het toch een zelfscan? Dikke haring. Het is niet toegestaan om te vreten in de winkel. Ja, ik heb het tegen jou, ja, dikke pissebed. Verder wil ik graag dat iedereen de winkel uitgaat. Jullie zijn allemaal super lelijk. Karin, waarom ligt de hele winkel vol met hooi en met poep? Het zijn de hamsterweken, dus iedereen mag zijn eigen cavia en hamster meenemen. Dikke paprika. Huh? Ik zit nog liever op de wc dan dat ik hier moet gaan werken vandaag. Godsamme! Hey, fucka man, hebben jullie ook energy drink? Wat denk je zelf, joh? Zijn toch een supermarkt? Schoren? Hallo? Ik zoek ontharingscreme. Ja, dat snap ik. Ergens daar in de 3e of 5e gangpad, ergens daarachter in die hoek. Hey, ja daar! Wel een mandje meenemen, secreet! Wat koop jij nou weer allemaal voor troep, man? Ik heb ook nog een bonuskaart. Maar jouw kop is in ieder geval niet in de bonus. Ik ben klaar met werken, dus zou je alsjeblieft deze mand willen afmaken voor mij? Zie ik eruit als je moeder? Vieze, vale rat. Goedemiddag, welkom bij Burger King. Godsamme, wat kan ik voor je doen? Je werkt voor McDonald's. Hey, zo praat je niet tegen mij, vieze polsduif. Volgende! Hi, ik wil graag een Happy Meal voor mijn dochter. Sorry, ik heb alleen maar een depressiemeal. Hoeveel moet je er? Oh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is daarin dan? Veel te veel zout en een lidmaatschap op het bloedfonds. Oh, laat maar zitten. Wat moet jij met je rotkop? Hi, mag ik van jou een McCroket? Auw! Een Mac op je bek kun je krijgen, schaap. Hi, mag ik een speeltje? Waarom doe ik dit ook alweer, gat? Het stikt nu al. Hi, ik heb make-up nodig. Wat kan ik het best gebruiken? Nou, als ik naar jou zo kijk, denk ik het hele rek. Goeiedag, mag ik wat vragen? Zo, wat denk jij even een dagje wellness? We zijn gewoon een drogisterij hoor, gladiool. Mag ik er misschien zo'n testgeurtje bij? Zie ik eruit alsof ik gratis dingen weggeef? Idioot. Zo, de werkdag zit erop. Adios.
En nu lekker slapen. Sorry, maar wat doe je? We zijn nog ineens 30 minuten geopend. Oh, nou, succes dan, hè. Later, ik zie je morgen wel weer. Ja, ga maar naar binnen. Hey, even doorlopen, ik heb niet de hele dag de taart. Nou zeg, jij kan zo te zien ook wel een vakantie gebruiken. Nou zeg, wat krijgen we nou? Wat lief dat je vakantie aan mij geeft. Ik zal er goed gebruik van maken. Fijne dag, Boktor. Nee, hallo. Hallo, welkom aan boord aan de KLM Karis Luchtvaartmaatschappij. We gaan zo opstijgen en we gaan vliegen naar iets tropisch. Tropisch? Maar we zouden op wintersport gaan. Dan stap je uit en dan pak je de trein. Maar we rijden al. Dat is weg, vakantie weg. Maar goed mensen, mocht de luchtdruk wegvallen, komt er uit een plafonde mondkap. Soms gaat hij niet open, dan pak je die van een ander. En gewoon lekker in en uit ademen. Ik zeg altijd, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus grijpen die handel. Maar dit zijn koffiefilters aan het touwtje. Ja, het gaat om het idee. Jij vliegt budget, airlines. Budget? Ik had comfort. Nou, dan heb je hier een lekkere geurkaars. Wat? Mevrouw, ik moet plassen. Mevrouw, ik niet. Leuk voor je. Goed, daar is de hele vlucht. Blijf je zitten met je luie reet op de stoel. Dat ga je de komende 2 weken ook doen in je hotel. Dus niet doen alsof je niet kent. Ja, voor onderweg hebben we ook lekkere culinaire maaltijden aan boord. Vers uit de magnetron. Oh, dat lust ik wel. Hey, rustig aan, wandelende tak. We zijn nog niet eens opgestegen, vreedzak. Pardon, heb je ook iets voor mijn baby? Baby's zijn niet welkom aan boord. Ze behoren tot de bagage. Dus je kunt voor €50 extra baby bijboeken in het bagageruim. Krijgt hij een mooi plekje. Oh, maar ik heb geen €50. Waar moet ik hem dan laten? Weet ik, veel pleuren van de glaben af. Die hebben we ook aan boord achter in het vliegtuig. Heeft je baby ook nog plezier aan je vakantie gehad? Oh ja, dat is ook een goed idee. Goed jongens, met je luie reet op de stoel gaan zitten. We gaan opstagen. Pardon, waar is de nooduitgang? Pardon? Maar dan zou je dat moeten weten. Als het vliegtuig neerstort, dan ben je dood. Door heb je toch niks aan een nooduitgang? Zeug. Ja, kleren waaf. Doorlopen heb je niet de hele dag de tijd. Boarding pas alsjeblieft. Godsamme, dat mag niet mee. Ik ga op vakantie! En ik ga je uit het vliegtuig zetten, dikke Boktor. Slechte en goede middag, dikke frikandellen en uitgedroogde paprika's. Welkom bij de KLM, Karis Luchtvaartmaatschappij. Ik heb even drank nodig, mijn mond is droog. Zo, godsamme. Jongens, we gaan door naar de veiligheidsprocedure. En we... krijgen we nou? Hoor ik daar een baby janken? Niet huilen, schat, het is goed. Ja, sorry, ze krijgt zoveel stress door het vliegen, dat kan ze niet tegen. Ja, weet je waar ik niet tegen kan? Jankende baby's, pleuren van de glijbaan of je ligt eruit. Oh nee, ik wil wel op vakantie. Sorry, lieverd. Goed, blijf in alle tijden rustig. Krijgen we turbulentie, blijven zitten. Niet gaan poepen, dan moet je gelijk je wc weer af en dan zit alles aan de muur. Eeuw, jasses. Ja, weet je wat jasses is? Jouw rotkop, dik stinkwaaf. Oh nee, we gaan dood, we gaan neerstorten. Ja. En rustig blijven, takkenwaaf, we zijn nog niet eens opgestegen. Nee, ik zal het dan niet meer doen. Nee, ik doe het niet. Ja. Glibberige boterkoek. Jongens, we gaan opstijgen, kleppen dicht, riemen vast en gaan met die banaan. Medewerker van de maat, Karin. Pardon, mevrouw. Mijn baby heeft het koud. Heeft u misschien iets om hem even op te warmen? Weet ik veel. Pleur hem in de magnetron, dikke bloemkool. Oh ja, dat is ook een goed idee. Pardon mevrouw, ik ben vegan. Hallo mevrouw, en ik ben Karin. Nou, dit hier op mijn bord is een ei en dat komt uit een dier, dus dat eet ik niet. Dan ga je op een kiezelsteentje kauwen, natte haring. Pardon mevrouw, wat zit hier allemaal in? Gadverdamme, hoe moet ik dit nou weer weten? Nou, u werkt hier. Ja, dus? Zie ik eruit alsof ik dat kommetje rioolwater heb gemaakt? Nou, nee. Nee, denk het ook niet, dikke prikpen. Zo. Zo, heb je keus kunnen maken? Nou, nee. Ik kom letterlijk net binnen en ik heb mijn jas nog aan. Oh, gaan we moeilijk doen? Nou, kom maar hier met die jas. Is dat €50? €50? €5 voor de garderobe. En aangezien dit een doodschaap is, valt het onder huisdieren. En huisdieren kosten €45. Dus hier met die poen. Pardon mevrouw, heeft u wat stift en een kleurplaat voor mijn dochter? Wat denk je zelf, dikke boomstronk? We zijn een restaurant, geen schildersclub. Stronvlieg. Oh schat, ons eten komt eraan. Als ik jou was, zou ik de volgende keer een salade eten, dikke bloedzager. Hallo. Krijgen we nou? I not speak English. Godsamme, we gaan weg. Godsamme, hoe werkt het klote ding? Hallo? Godsamme. Jeetje, wat een troep. Weet ik nou of dat klote ding werkt? Hij werkt hoor. Hey, joh, schreeuw niet zo. We zijn hier op de markt, viswijf. Volgens Patricia, daar doet hij het. Jongens, welkom aan boord, dames en heren, van deze trein naar...
Ja, veel te veel plek om op te noemen, ik heb er geen zin in. Maar goed, we hebben geen catering onderweg, dus mocht je trek krijgen en een broodje of een roze koek, kunnen we lekker naar de Jumbo to go. Je zit op een station waar we stoppen. En ja, ik ben moe. Vervoersbewijs alsjeblieft. Shit, ik heb niet ingecheckt. Goedemiddag, vervoersbewijs alsjeblieft. Maar u bent net al langs gelopen. Pardon? Ja. Je bent net al langs gelopen. Heel erg leuk geprobeerd hoor, Flamingo. Maar denk je nou echt dat ik twee keer dat rot eind ga lopen door die traan? Denk het niet. Betalen €50 of je ligt op het spoor. Ja, Karin. Ik moet even poepen. Dus verzin maar even een smoes tegen de mensen dat we even stoppen. En godsamme krijgen we dat weer. Dames en heren, we staan even stil, want er rijdt de traan voor ons. Die is niet zo snel. Dames en heren, volgende station is Hongkong. Pardon? Er is helemaal niet aangegeven dat we hier zouden stoppen in Hongkong. Nou en? Geef jij altijd aan als je gaat schaten op de wc dan? Nee. Nee, dat dacht ik ook, strontvlieg. Al deze koffers. Hey, wat denk je van die dikke brulaap? Dat kost €50 per koffer extra, man. Pardon mevrouw, hebben jullie ook wifi in de trein? Jazeker mevrouw, we hebben ook een bioscoop, een midgetgolfbaan en een bowlingbaan achter in de trein. Oh wat geweldig, echt waar? Nee, tuurlijk niet, dikke schildpad. Allemaal eruit stappen, ik heb geen zin meer om te rijden. Fijne dag nog. Krijgen we nou, Doublepop heeft al 35 kinderen gekregen. Karin, kun jij de telefoon misschien even opnemen? Samen, wat krijgen we nou? Maar kitter wat aan je handen? Nee, hoezo? Nou, dan kun je zelf met je pretpack de telefoon opnemen. Mij niet bellen. Hi, goeiedag. We hebben geboekt voor een weekje. Leuk voor je, meid. Maar Vogelpark Avifauna is de andere kant op. En nu wegwezen, beschimmelde kakatoe. Nou. Goedemorgen. Huh? Wat? Goedemiddag, mevrouw. Ik wil graag roomservice. En ik wil graag van het hotel springen als ik naar jouw lelijke kop moet kijken, dikke mango. Mevrouw, ik slaap op kamer 202. Maar toen ik lag te slapen, kwamen er om 6:10 vanochtend opeens 4 bouwvakkers naar binnen en die begonnen de kamer te verbouwen. Nou, gezellig. Waar is je knap? Nou, dat lijkt me niet de bedoeling, toch? Nou, ondankbare mestkever. Ik ga kijken of ik een andere kamer heb. Ja hoor, ik heb er nog één. Dat is fijn. Je gaat linksaf achter het hotel een betonnen trap af, een donkere gang en naar beneden. Oh. Oké, ik ga even kijken. Dank u wel. Hier is het. Maar dit is een opslag voor gevaarlijke stoffen. Wat is dit? Roomservice en huts. Eet smakelijk, behaarde cavia. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag, strontvlieg. Wat moet je hebben? Nou, doe maar 2 kaarsjes voor Harry Potter. Mag ik jou die even zien? Waarom? Ik ben 36. Krijgen we nou? 36? Je lijkt op een rotkind en Harry Potter is heel erg eng. Volgende! Ik ben nog nooit naar deze film geweest. Oh, let op, hij gaat beginnen. Oh, gaat hij beginnen? Jeetje, dikke zeug, hij is nog niet eens begonnen. Is het voorstukje? Is het schreeuwen, takkenwaar? Ik moet je wat vertellen. Ik weet dat het heel heftig is, maar ik kan het niet. Kun je dat niet op een ander moment doen? Wat krijgen we nou? Ben ik een keer aan het opruimen? Jullie popcorn troep is er nog niet goed. En kunt u dat misschien straks doen? Nee, tuurlijk niet, dikke zeug. Maar nu weet ik niet wat er met Miranda de toekomst gaat gebeuren. Godsamme natte bami schaaf. Miranda flikkert van de trap. Daarna rent de kind erachteraan. Die flikkert ook van de trap. Komt een man eraan. Die flikkert ook van de trap. Komt er een grote vrachtwagen. Die rijdt iedereen dood in het huis. Nou, blij? Nou, er zal toch zometeen wel iemand komen. Ik zei er al 20 minuten. Moet jij niet gaan werken? Moet jij geen leven gaan zoeken? Godsamme, hier word je toch moe van? Karin, kan je die mevrouw op 500 even helpen? Kan ze niet hierheen komen? Nee, want dat is die ene mevrouw zonder benen, omdat ze over een stoepkrijtje is gevallen. Nou, uitgedroogde kokosnoot, wat moet je nou weer? Ik heb zin in tomatensoep, maar ik kan mijn bed niet uit, want ik heb geen benen. Kunt u het voor me halen? Wat krijgen we nou? Zie ik eruit als je moeder? Zit er nou betaal om de hoek, je gaat zelf maar, en anders kruip je maar. Pissebed. Karin, waar blijft die tang? Ik heb desinfectiegel nodig, nu! Put your head on my shoulder. Karin! Godzame, wat moet je nou, dikke zeug? Karin, neem het over. Ik pak het wel. Wat krijgen we nou? Zit een heel gat in je buik. Weet je wat? We stoppen er wel een lekkere couchette in. Oh shit.
Waar bleef u nou zo lang? Ik moet gewassen worden. Ah jeetje, Tinkerbell. Ik heb net de kinderwagen aangereden. 100 punten voor die kinderwagen. Het is hier geen hotel. Maar je moet gereinigd worden. Lekker een glas seks. Stik voorzichtig. Karin, die vrouw stikt. Help haar. Ik heb lunchpauze, vriendin. Laat me. Gadverdamme. Ik ga naar huis. Jullie bekijken het maar in dit gesticht. Goeiedag. Goeiedag. Welkom bij McDonald's. Wat moet je vreten? Dit is toch de Burger King? Nee, dit is de Kruidvat. Nou, doe maar 2 dubbele whoppers. Moet je nog wat anders? Zonder augurk en al die poespas. Mankeert er wat aan je handen? Nee, hoezo? Nou, dan kun je zelf de augurk uit het broodje vissen, lui varken. Nou ja zeg. Moet dat kind ook nog wat vreten? Ja, een Happy Meal graag. Dat is alleen bij McDonald's. Je staat in de Burger King, dikke zeug. Oh, maar net was het nog de... Hallo. Hey. Moet jij anders je hete pan frituurvet over je heen of zo, berggeit? Nog wat anders? Een speeltje alsjeblieft. Dan kun je hier op de hoek naar de Hunkemuller. Is de 40 euro. 40 euro? Ai, moet je nog vreten of niet? Maar waarom 40 euro? Even kijken hoor. 11,95 voor het broodje en het eten. En de rest van het geld gaat naar het steun Karin voor meer drankfonds. Hij is leeg. Da? Hier is je wopper. Maar dit is een kaal broodje. Luister eens even, kleine pissebed. Jij wilde een wopper zonder poespas. Hier is je wopper zonder poespas. Belachelijk. Ha. Eet smakelijk met je pretbek. Volgende. Karin, wat fijn dat je onze zieke collega komt overnemen. Ja, als ik maar die doekoes krijg. 6 barkjes is het niet. Wat moet ik nou eigenlijk doen? Je promoot ons schoonmaakmiddel Silit Bang, alsjeblieft. En natuurlijk de Silit Bang outfit. Trek het maar aan en je gaat naar verschillende locaties om het daar uit te testen. Gadverdamme, wat een smerige outfit. En wat zeg ik dan? Silit Bang, bang en het vuil is weg. Silit Bang, bang en het vuil is weg. Oké. Ja, maar ik had 2 kopjes koffie. Oh, wacht even hoor, er staat iemand in mijn woonkamer. Hallo? Heb jij ook wel eens last van die vieze smerige vetresten? Claudia, ik ben weer zo terug. Zoals die vitrinekast achter je. Ja, hoezo? Dan heb ik nu de juiste oplossing. Silit Bang. Oh! En het vuil is weg. Nou, normaal doe ik dat dus met yoga. Hallo, mevrouw Silit Bang is er. Ja, volgens mij vind je die date van jou niet zo leuk, hoor. En laat ik nou net de juiste oplossing hebben voor een slechte date. Silit Bang. Bang! En het vuil is weg, vieze rat. Ga plassen. Oh, je hebt een poepje gedaan. Goed zo, Barbara. Oh jee, dat zit eruit als een hardnekkige vlek. Oh ja, heb je daar een oplossing voor? Maar natuurlijk. Silit Bang. Bang! Ah! En het vuil is weg. Oh hey, hondje, jij bent er ook nog. Je had echt een smerig baasje. Goed spul, hoor. En Karin, hoe ging het met Silit Bang? Het ging heel goed. Silit Bang. Bang! En het vuil is weg. Je moeder ook. Goed, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze rechtszaak tegen Sophie de Vos. Die woont in het bos, haha, Sophie de Vos woont in het bos. Haha, grappig, allemaal even lachen. Goed, Sophie, 5 jaar celstraf voor jou. 5 jaar? Maar het is kerstavond. Ja, wat nou, dikke berggeit, ga je het vieren dan? Ja, natuurlijk, ik heb cadeautjes. Wat voor cadeautjes? iPhone en een auto. Nou, geen paniek, dan raak ik wel even langs je huis en dan haal ik het voor je op. Oh, dat is wel heel lief. En dan hou ik het zelf. Nou, dat is voor mijn kinderen. Leuk voor je. Heeft er nog iemand bezwaar of wat te zeggen? Ik moet naar de wc. Mijn drol geeft kopjes. Ik moet al tijd van mama op glas kouwen. Nou, dat was het. 5 jaar zelf voor Sophie. Nee, wacht nog even. Dat verklaar ik je nu schuldig. En bewaking, neem het even mee naar de cel. 5 jaar voor jou. Oh ja, ik heb nog een verrassing voor je omdat het kerst is. Mag ik vrij? Laat me vrij. Komt ie. 5 verblijf in de cel, dikke zeug. Nee. Wie wil er een kopje chocomel? Goedemorgen mevrouw de buschauffeur. Wat krijgen we nou? Waarom heb jij geen mondkap op je oren? Oh, ja sorry, maar dan krijg ik het benauwd.
En ik krijg het benauwd als ik naar je lelijke kop moet kijken, dikke mango. Volgende halte, Hotel de Mestkever. Wij moeten hieruit, kunt u stoppen? Ja, wat denk je zelf, dikke walvis? Daar is een bus toch voor? Hé, ja daar, meisje. Ja, jij achterin. Ja, ja daar, met je palingkop. Je mag niet vreet in de bus. Ik ruik je mek palingbek hier helemaal. Snukkiesje, of je smijt het weg of je ligt op de straat. Goeiedag, ik wil graag één kaartje kopen. En ik wil graag een man met een sixpack. Dikke zebra, waar moet de reis heen? Nou, we gaan een dagje naar de Efteling. En naar het Sprookjesbos. Hey, ik vroeg niet wat je ging doen, vervelende wentelteef. Ze is 7 euro. 7 euro? Ja, 7 euro. Ja, nu betalen je melhouden. Je gaat ook naar de Efteling, is 45 euro. Dus moet je hier ook niet om gaan janken, strontvlieg. We zijn er bijna. Oh nee, dit gaan we dus niet doen, hè? Mevrouw, ik moet hieruit, maar de deur gaat niet open. Nou, dan ga je door het raam. Daar hangen mooie hamers naast het raam. Kun je lekker inslaan en eruit krapen. Maar ik, daar is de halte. Ja, dat is weg, halte weg. Had je mij toch door het raam moeten krapen, dikke pissebed. Ja, snel, vangen. Godsamme, dikke zeug, pas op. En de rekenexamens. Hey, smeerlap. Ben jij niet veel te oud voor een middelbare school, dikke prikpen? Je hoort in een kist onder de grond te liggen. Gadverdamme. Nou. Goed, vieze regenworm, sla je boek open, we hebben een examen. Maar morgen begint de zomervakantie. Dat is weg, zomervakantie weg. Kijk niet zo lelijk, dikke strontvlieg. Ja, ik snap het echt niet. Mevrouw, ik heb een vraag. Yeah. Mevrouw, ik heb een vraag. Hallo, mevrouw. Godsamme, uitgedroogde fles ketchup. Kun je niet zien dat ik aan de vibe ben? Hey, dikke pissebed, niet ren in de gang. Hey, natte haring. Heel even in die handel. Doe mij ook maar een dikke toeter. Uitgedroogde fietspomp. Godsamme, kom op, doorlopen met die kist. Ik heb niet de hele dag de tijd. Hey, kom op, pleuren daar maar neer. Godsamme, rustig, Kees. Oh. Goed, waar is dat grafboek? Huh? Om uitgejankt, ja. Even kijken hoor. Het thema was zwart. Shit. Oh nee, ik ben te laat. Zo, dit is beter. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de begrafenis van Dennis. Hey, Dirk. Sorry, Dirk. Sorry, ik ben te laat. Doe rustig aan om mij. Dat gaat nergens heen hoor. Jankert. Goed, Dirk was een hele knappe man. Oh, nu niet meer. Godsamme, wat krijgen we nou? Heb je aandacht nodig of zo? Jeetje, we staan hier op de markt. Goed jongens, we gaan luisteren naar een stukje Celine Dion. De favoriet van Dirk. Dus klep aan, we luisteren.